De Stelling van Amsterdam is een unieke verdedigingslinie in een cirkel rond de hoofdstad van 135 kilometer lang en werd aangelegd tussen 1880 en 1914. Bij een eventuele aanval werd het gebied buiten de linie onder water gezet, de zogenaamde inundatie. De stelling bestaat uit dijken, sluizen, dammen en 46 forten en batterijen. Sinds 1996 is het monument UNESCO Werelderfgoed. De Stelling van Amsterdam leeft. Op meerdere forten wordt hard gewerkt om het UNESCO Werelderfgoed te behouden en tegelijkertijd geschikt te maken voor zinvol gebruik. Zo wordt het fort aan de Nekkerweg verbouwd tot wellnesscentrum en hotel. Dit is het vervolgverhaal van de herbestemmende restauratie van Fort aan de Nekkerweg. De herbestemmende restauratie van Fort aan de Nekkerweg is inmiddels behoorlijk gevorderd. Maar hoe zag het fort eruit voordat alle werkzaamheden begonnen? De volgende impressie laat de staat van het fort zien in de zomer van 2009.